werd natuurlijk duidelijk dat er een 18-jarige jongen uit Oosterhout is opgepakt. Voor in ieder geval een aantal DDoS-aanvallen. Ja, en experts gaan er wel van uit dat hij achter die hele cyberstorm zat. Ja, er komen natuurlijk steeds meer details over naar buiten. Over wie die jongen is. Wat hij eigenlijk de afgelopen weken heeft uitgespookt. Ja, en wat is dat precies allemaal? Er werd natuurlijk gedacht van de Russen zitten erachter. Er werd ontzettend veel over gepubliceerd. Het blijkt gewoon één jongen te zijn. Die van achter zijn computertje in zijn kamer. Hij woonde bij zijn ouders thuis. In een prima, leuke buurt in Oosterhout. Besloot om aan te vallen. En hij heeft in eerste instantie in september vorig jaar heeft hij de bunkbank aangevallen. Nou, daar werd hij op zijn vingers getikt. Van ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Hij heeft sorry moeten zeggen. Er is een afspraak gemaakt dat hij wat vrijwilligerswerk zou gaan doen bij Amnesty International. Dat is nooit doorgegaan, want hij kon niet op hun tijden. En is in november weer begonnen met aanvallen. Heeft Bunkbank eigenlijk sinds begin november lastiggevallen. En heeft klaarblijkelijk besloten om eind januari anderen aan te gaan vallen. En dat heeft geleid tot het feit dat daar weer een andere bank plat lag. ING had er last mee, DigiD, de Belastingdienst. Ja, tot grote schrik van een hoop mensen in Nederland die dachten wat overkomt ons nu. Hij schepte erover op, middels tweets ook. Als hij dan een aanval had lopen, dan ging hij tweets sturen van je kan niet bij jullie site. Hij is onder meer ook bij website Tweakers, een tech-site. Die viel hij ook aan. Toen is hij in contact gekomen met de systeembeheerder. Ja, toen heeft eigenlijk een beetje zitten opscheppen van ik heb voor €40 een softwarepakketje gekocht waarmee ik dit allemaal kan uithalen. En ook is echt hardop zitten lachen. Iedereen denkt dat het de Russen zijn. Haha, te grappig voor woorden. Hij vond de aandacht prachtig. Ja, dat is waarschijnlijk ook waarvoor die idee. Hij heeft er geen geld mee verdiend. Hij heeft de banken niet gechanteerd. Het ging echt gewoon om puur. Ja, de kick lijkt het nu. Nou, hij kan hier zomaar een paar jaar cel voor krijgen. Maximum 15 jaar. Dat gaat niet gebeuren. Maar het is gewoon puur plagen. Trollen, zoals het heet op het internet. En ja, daar een paar jaar cel voor krijgen, dat kan nooit zijn bedoeling zijn geweest.